fucking film me. Please. No, we don't film you. Go Absolutely. Away. Ga weg, ga weg, ga weg. Wij willen het erotisch centrum hier houden. Ze hebben al zoveel weggehaald. Klaar. Ja. Nou, de krakers in Amsterdam zijn weer druk bezig. En ze hebben nu zelfs hier midden op de Wallen een pand gekraakt. Wat voorheen een hoerenhuis was. Normaal gesproken, als krakers iets kraken, dan hebben we zoiets van... ga gewoon iets nuttigs doen. Ga gewoon huren of kopen. Maar nu is het eigenlijk wel goed dat ze het doen. Ik vind het perfect. Van dat soort krakers hou ik in principe. En vooral omdat ze tegen valsen zijn, dat vind ik top. Ja. Ik hou van jullie te klaar en kraak maar door hier op de Wallen. En zorg dat er leuke meisjes komen te werken. Maar je moet een vergunning hebben. Even kijken of we ze even kunnen spreken. Ja, dat wordt moeilijk. Ja. Dat wordt nog wat. Ja, krakers verstoppen zich altijd. Hè? Nou Hugo, we hebben iemand gevonden. Jullie kraken deze ramen, waarom? Omdat we tegen het plan zijn van het erotisch centrum, zeg maar. Het gaat het Red Light District helemaal naar de Galamise brengen. Ja. Dus. Nee. Maar het idee... Wat? We zijn tegen Valsema. Wat zit je nou te houden? Ja, we hebben even een kort vraagje. Kort vraagje. Don't fucking film me. Het gaat over het kraken van de ramen. Waarom? Het gaat over het kraken. We are positive. Fuck it. Okay. No, we don't film you. Go away. Ga weg, ga weg, ga weg. Hey, come on. It's just a positive interview about what's happening here. Come, we gaan een rondje lopen, zouden niet help. Ja, make your sex films, make a sex film. Nou, we zijn niet echt welkom hier. Nee, het zijn allemaal buitenlanders. Ze weten helemaal niks van de straat af, jongens. Ze weten niks. Kraken tegen Valsema vind ik oké. Want die moet toch weg hier al. Ze vernietigt de hele buurt. Zouden niet help. Ja. Oké, dat. Maar zij wil natuurlijk een erotisch centrum buiten de stad eigenlijk. Ja. Is toch ook lekker dat het allemaal gewoon daarheen gaat? Wij willen het erotisch centrum hier houden. Ze hebben al zoveel weggehaald. Klaar. Ja. Nou, u woont hier ook op de Wallen. Nou, er zijn krakers. Die hebben hier een ramen gekraakt. Wat vindt u daarvan? Helemaal perfect. Ja? Ja, natuurlijk. Waarom? We hebben die maanden nodig. Want normaal gesproken kan een vrouw hier niet meer lopen dan. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En ik begrijp niet waar ze mee bezig is. Want ze wil wel de drugs vrijgeven. Laat ze die hoerenkasten vrijgeven. Hoe durf ze die drugs vrij te geven? Cocaïne, al die drugs. Ze slaat helemaal nergens op ze die ze moet zo vlug mogelijk weg, die vrouw. Die verkankert de hele teringbende hier al. S'avonds, ik laat om 5 uur mijn hond uit. Daarna niet meer op straat. Want het is gevaarlijk hier al. Ja. En toen alles open was hier al. En die maden zaten hier in die steeg en noem maar op, nooit geen last. Nu komen zelfs de krakers in opstand in Amsterdam. Is dat wat? Nou, ja, het is apart natuurlijk. Maar ja, die krijgen ook niks van Valsema, want ze maken geen sociale huurwoningen meer. Ze maken helemaal niks meer hier in Amsterdam. Ja. Met dat borden Valsema. Ja. 30 kilometer per uur. Niet roken, niet drinken. Het wordt een dode stad. Nou, vond je dit nou ook zo'n topper van een video? En wil je nog veel meer van dit soort video's zien? Abonneer dan even hier op ons kanaal. Druk even op het belletje, dan blijf je op de hoogte. En dan zie ik je graag de volgende keer.